Nee, serieus? Ja, hij gaat je gewoon aan. Jij gaat nu zelf heel ver gegaan. Ja. Ik zag van een post van Cookie. Cookie is al begonnen. Ja, maar ik zag hem op die loopband en dan had hij gepost 500.000. Ja, dus, ja, dan moet je. Ja, dan moet je. Dat kan niet anders. Ja. Maar ik denk dat je het mentaal, of tenminste, ik denk zo, misschien weet jij het, ik heb het nooit gedaan. Maar misschien mentaal ga je het, misschien omdat het nu ook voor het eerst, dat je mentaal die knop echt om gaat zetten, dat je denkt van, hé, ik ga los. Hey, it's life changing. Ja, ja. It's life changing. Ja, ja, ja. 500.000, Marinho. Ja, ja. Hey, ik heb het wel eens verteld in mijn speeches. Ja. De eerste keer dat ik naar Japan ging, ja, was ik in Sendai vechten. Sendai vocht tegen Recevo. Ja. Weet je hoeveel ik kreeg? Ja. $5,000. Ja? $5,000. Zo weinig. 5000. De eerste keer. Ja. Ik werd als binnengevlogen als slagvee. Ja, ja, ja. So, ja. Recevo moest eigenlijk mij een pakje geven. Ja. Ze waren voor het eerst in Sendai. Dat was een stad volgens mij in het noorden van Japan. Ja. En daar moest ik vechten. Ik werd binnengevlogen. Laatste moment. Ja. Week, twee weken voor de wedstrijd. Vijf doezel. Dan was je nog niks, want je hebt geaccepteerd. Boy, hey, dat is die trein. Dat is die trein die langskomt. Ja, ja. Je kan wel zeggen, nee, ik ga niet. Ja. Ik dacht, fuck it. Ik zei tegen André, hey, let's go, man. Ja. Let's go, we gaan gewoon knokken. Ja. Want tegen Rece, en Rece was toen. Ja. Hij sloeg zijn arm kapot. Hij sloeg zijn arm die ring uit. Ja. Ja. En ik dacht, ja, what do I have to lose? Ja, Rece even, en hoe die andere? Je had ook zo'n Mighty Hunt. Mighty Mo. Nee, ik denk je Mark Hunt bedoel. Mark Hunt. Was dat, ja, Hunt. Die Samoan gasten. Ja, ja, ja. En ja. Ik vlieg naar Sendai. Ja. We kunnen ook daar tegen Recevo. Hele relaxe gozer. Echt een top gozer. Ja. Op dat moment is zakelijk. Sla hem alle kanten op. Vierde ronde. Gooi eens de handdoek. Ja? Ik heb hem low kicks gegeven. Ja, ja. En ik had nog een dunnetje toen. Ja. Low kicks. Gewoon simpel. Linker directe, rechter lopen. Yeah. Links rechts directe, rechter lopen. Yeah. Links rechts directe, linkerhoek, rechter lopen. Yeah. Linkerbeen kap. Wat? Maar je krijgt maar 5 doezel. Oké, we komen terug in Nederland. Yeah. En je weet. Yeah. Wat? Nu kan je op je telefoon kijken, doe je tuut, 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 tuut. Zie je van, je hebt geld op je rekening, toch? Yeah, yeah. Nou, je kan storten van de een naar de andere. Yeah. Binnen een seconde is dat gebeurd. Yeah, yeah. Maar toen vroeger had je nog een telefoon waar je naartoe moest bellen. Boom, yeah. U heeft 5000 op je rekening. Yeah. Marino, ik heb de hele week gebeld. Ik heb de hele week gebeld. Elke dag een paar keer. Yeah, om te luisteren of ik zoveel geld op mijn rekening had. Yeah, yeah. Want in die tijd, hey, we waren gewoon arme sloepers. Ja, 5000 was dik. Dik, ja, ja. Dat was dik. Ja, ja. Kijk. Daarna, ja, weet je, ik had gevochten. Oh ja, dat was ook nog wat. Ik had gevochten, ik had gewonnen van Recevo. En toen dacht ik van, hé, hey, nu gaat het gebeuren. Ja. Ik gewonnen, kwam in Nederland, 5000 dollar. Nu gaat het gebeuren. Ja. Hé, hey, 7 maanden lang hebben ze niks van zich laten horen. Nee? Maar yo, ik dacht van, nu gaan ze me bellen. Want ik had een mooie wedstrijd gevochten. Ja, ja. Ik heb van een van de sterkste jongens gewonnen. Ja. Ik dacht van, nu gaat het gebeuren. Nu gaan ze me elke week bellen. Ja. Van, hey, doekoe, doekoe. Weet je, doekoe, doekoe. Nog een keer 5000. Niks daarvan. Yeah. Niks. Ja. Hebben ze me 7 maanden. Hey, ik zou je zeggen, ik heb echt gedacht van, hey, ga stoppen ermee. Ja? Ja, oh. Ja, 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 zeven maanden. Maar ik had geen aanbiedingen, niks ook. Ja. Geen aanbiedingen, niks. Ik zou je nog erger vertellen. In die periode heb ik bijna zelfs, misschien heb ik het al een keer eerder verteld, heb ik bijna de wedstrijd aangenomen tegen Alistair Overeem. Ja? Een MMA-wedstrijd. Zo desperate was ik. Zou MMA. Zo desperate was ik. Ja. Ben ik naar Sint-Petersburg geweest, samen met André, zijn we daar 1,5 week gaan trainen op MMA. Ja. Teruggekomen was die wedstrijd gecanceld. Ja? Ik zou je zeggen achteraf, ik ben blij dat die wedstrijd door is gegaan. Hij zou je opvouwen. Hij zou een knoop in me leggen. Hij zou me helemaal voor opvouwen, kapot maken. Ja, weet je? Ja. Want MMA leer je het dan wel. Nee. En ik was echt met de hele goede Russische gast heb ik daar getraind. Maar in 1,5 week ga je niet leren. Nee. Ik heb jaren heb je daarvoor nodig. Ja. Achteraf ben ik blij dat die wedstrijd niet door is. Ja. Dus dat. Ja, hoe kwam dat? Oh ja, maar toen. Maar wanneer was dan
dat je wel die doekoe kreeg. Dat je dacht, wat, oh ja, wat... Nee, kijk, toen, kijk, na zeven maanden... Nee, laat me het anders stellen. Die K1, toch? Dat je de eerste keer die K1 kreeg, die 4 ton. Ja. Dat was dus je grootste bedrag, toch, toen? Nou, je moet het zo zien. Je moet het zo zien en dan ga ik wel even inside kijken. Ik vocht, kreeg ik toen die 5000 tegen Recevo, terug, Nederland. 7 maanden niks, die 5000 is lange op natuurlijk. Je geeft bellen, is al min. Ja. Is al lang op. Maar op een gegeven moment bellen ze weer, weet je, van hey, we hebben weer een plek voor je. Ja. En dan mag je weer terug. Maar ik vocht spectaculair, want ik had in Las Vegas had ik dat toernooi gewonnen, toch? Ze vonden me een spectaculaire vechter. Ja. Mooi boy, goed lichaam. Ja. Weet je, welbespraakt. Je kon springen. Ik kon springen als een springhaan, weet je. Dus dat vonden ze geweldig. Ja. Dus toen ik de tweede keer ging, toen dachten ze van, hey, je bent een goed jongen, weet je. Je bent een character. Ja. Je bent niet gewoon een zomaar even... Ja. Je bent een character, weet je. Ja. Eentje die wel zijn mond open trekt, weet je. Enzovoort. En toen kwam ik terug. Nou, volgde ik weer een wedstrijd, won ik weer. En toen ging die bal een beetje rollen. Toen gaven ze me een contract voor... Het ging eerst naar 20.000. Toen kreeg ik 25.000. Maar dat zijn de single bout, hè. Dus één wedstrijd krijg je dit als je gewonnen hebt. Weet je? Nou, oké. En toen had ik in Las Vegas die wedstrijd, dat toernooi gevochten. Ja. En gewonnen. Ja. Toen ging ik naar de Final 16. Ja. En na de Final 16, toen zeiden ze van, hey, kom even zitten. Kom even zitten, laten we even praten. Ja. En toen is mijn trainer gaan praten. Ja. Toen is mijn trainer, maar dit is echt inside. Toen is mijn trainer gaan praten. Toen is mijn trainer gaan praten. Ja. Toen is hij teruggekomen met een bedrag waarvan ik dacht van... Ik kan meer. Ik ga nu naar de finale. Yeah. Er staan 70.000 mensen. Yeah. Die zitten straks in honkbalstadion. Yeah. En ze bieden me maar dit? Ja. Yeah. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Ze dachten, ja, je komt het kraaien. Wat weet je van Doekoe? Yeah. Toen dacht ik van, dit kan niet. Yeah. Dit kan niet. Ja. Yeah. Dit kan je met alle respect voor hem. Maar kijk, want hij is ook geen onderhandelaar. Ja. Weet je, met alle respect voor hem, hij is geen onderhandelaar. Ja. En toen ben ik zelf gegaan. Ja. Toen ben ik zelf gaan praten. Ja. Toen heb ik het dubbele gekregen. Het dubbele? Het dubbele heb ik gekregen. Ik lieg niet. Ik heb het dubbele gekregen. Ja. Maar toen won ik de K1. Ja. En Mourinho, ik zou je zeggen. Nee, wacht even. Wat? Ik heb toen een 2-jaar contract getekend voordat ik won. Voordat je K1 won? Voordat de K1 won. Ja. Ik kon 2 jaar contract getekend. Ja. Achteraf was nog steeds mijn fout. Ja. Ik had in dat contract moeten laten zetten. Ja. Als ik het niet win, blijft hij 2 jaar dit bedrag. Maar als ik hem win, gaan we het contract openbreken. Oh. Aha. Ja. Want ik won de K1 4 ton heerlijk. Ja. Maar ik vocht nog steeds voor dat bedrag. Ik volg nog steeds voor dat bedrag. Hey, ik ga je verhaal vertellen, hè. Kijk, dat... Bijna. En volgens mij stel je voor een foto. Dat ik tering. Wat weet je, er staan 7 andere topvechters. Ja. En je denkt bij jezelf van... Ja, ga ik het winnen, ga ik het niet winnen? Maar ik ga wel voor de winst. Ja. We zien wel. Yeah. En ik vond dat bedrag wat ik kreeg, vond ik al geweldig. Ja. Yeah. Maar nadat ik gewonnen had, dacht ik... Jongen, het is best wel meer sparen. Het is best wel klein, dat bedrag. Ik heb 2 jaar lang voor het bedrag gevochten. Ja. Maar binnen dat contract won ik hem ook de tweede keer. 2003, 2004. Oh ja, ja, ja. Ja. En daarna liep mijn contract af. Oh, ja. Een jaar daarna liep mijn contract af. Ja. En toen zei ik tegen ze van, kom even zitten. Want toen had ik hem 2 keer het toernooi gewonnen. Yeah. Dus kijk, heb je hem nog niet gewonnen, heb je nog weinig te vertellen. Zeg, ja, ik ben een spectaculaire vechter. En dan kan je dat een beetje doen, weet je. Yeah. Weet je, ziet er goed uit en ik heb mijn mondje klaar bij een persconferentie. Dan kan je nog een beetje lullen, weet je. Van, hey, ik ben een prospect. Ja. Yeah.
Maar wil je hem één keer, dan kan je een grote bek geven. Ja. Wil je hem twee keer, is je bek nog groter. Ja, ja, ja. En dan kan je zeggen, hey, luister, je kan me niet meer voor een 1 of 2 ton kan je me laten vechten per wedstrijd. Ja, ja, ja. En dan begint de ching ching te lopen. Kassa! Kassa! Maar dat is hetzelfde is gebeurd met, of niet zelfs vergelijkbaar in die rapwereld, toch? Ja. 50 Cent. Ja. Hij was nog niet zo heel bekend. Dat was met Master P, toch? Ja. En Master P had hem getekend van, oké, weet je wat? Je kan een live show voor me doen. Ja. Weet je, je moet 8 live shows doen, weet je? Oké. Okay. 50 Cent dacht, oké, okay, ja, doeko, weet je? Master P, ja. Ik betaal je 8 ja. live shows. Ja. Dus hij had 4 gedaan. Maar inmiddels werd hij steeds bekender. Dus zei Master P van, hé, hey, weet je wat, hé, hey, weet je, even een probleem hier, dat, ik ben druk, weet je wat, wacht even met die 4 shows, weet je, ik heb je toch al betaald, Nospan, ik vertrouw je wel, komt wel goed, je gaat ja, die 4 ja. shows, Nospan, Nospan. Heeft hij even gewacht, maar inmiddels 50 Cent, pew, sky high, ja, ja, ja. Daarna moest hij die 4 dingen doen, ja. voor hetzelfde bedrag, weet je, terwijl hij toen, was hij al volgens mij zoveel platina en ja, zo. Ja, 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 dus, ja. Dat is best wel tering. Nog steeds van deze smalle doekoe. Ja, maar ja, zo gaan die dingen. Ja, zo gaan die dingen. En die fouten alleen van. Ik moet wel zeggen, ik heb wel heel veel geleerd. Ja. Heel veel geleerd van onderhandelen met de Japanners. Ja, ja, ja. Heel veel geleerd. Ja. Maar ook gewoon bepaalde kleine dingen, weet je. Want zij zeggen heel vaak, hi. Ja. Hi. Wanneer is dat te praten zo met ze? Van, hé, hey, ik wil dit, ik wil 4 vluchten, 2 business en blablabla. Ja. Hi. Hi. Ja. Wat bedoel je? Wanneer ze dat papiertje stuurt? staat niks hi. Er staat niks hi. Hi. Ja. Hebben ze, alsof ze 1 grote kruis door dat ding hebben gedaan. Ja. Ik zweer het je. Ja, ja, ja. Het is lastig onderhandelen met ze, maar ja, het zijn wel topmensen. Ja, ja. Weet je, het zijn wel topmensen. Mijn eerlijke mensen ook. Oké, okay, maar we waren nog steeds bezig met die comments. Ja, ja. Oké, dat was OG toch? Wat voor mij duidelijk was weer. Oké, die hebben we gehad. Even kijken. Voor deze. Ik gebeuren in 2004. Ik volg jullie al sinds het begin. En jullie zijn goed bezig. En de kwaliteit wordt steeds beter. De nieuwe interviewer, Theodor. Oh ja. Theodor moeten we noemen. Is ook heel goed. Alleen de cameraman moet even wat cursussen volgen. Zodat het nog beter wordt. Ja, je weet toch. Theodor, je weet. Onze haters zijn kritisch toch. Zijn kritisch. Dus. Ja, maak je niet druk. Het wordt beter en beter. Wordt beter en beter. Wie zei dat? Ik sta het niet goed erbij, maar gebeuren 2024. Gebeuren in 2024. Gebeuren 20? Ja, gebeuren in 2024, dat staat er. Oké. Okay. Maar, ja, okay. Maar hij heet niet zo. Nee, ik denk niet. Oké. Okay. Nee, ja, de kwaliteit zal ook beter worden met het filmen. Hij zegt, voor volgend jaar zou ik graag Regien Eersel op de bank willen zien. En Tyron Spong bij Warrior Code aan de tafel. Gaan we regelen. Nou, gaan we sowieso regelen. Als hij in Nederland is, meteen aan tafel. Ja. Meteen aan tafel. En Regien? Ja. Nee, weet je... Wacht, heel even. Ja. Wacht, heel even. Deze. Bedankt voor jullie bijdrage. Nederlandse vechtsportfans hebben eindelijk goede content om naar te kijken. Behalve alleen vechtersbazen, diepte-interviews. Ga zo door, heren. Blijf AFB wel kritisch naar Rico, want ik mis die beschouwende humor sinds Ricardo begon te huilen toen hij commentaar gaf met Melvin en Mark. En dat maakt juist leuke entertainment voor ons kijkers. Ja, ik begrijp wat ze bedoelen. Ik weet niet precies wat hij zo bedoelt. Nee, we waren in het begin heel kritisch op hem. Of misschien niet kritisch, maar we maken af en toe onze fatu. Ja, ja. En nadat dat stuk van Peter Aart, toen zijn we... ik wil niet zeggen dat we de strijdbel hebben neergelegd, maar we hebben hem een beetje aan de kant gezet. We hebben ja, een ja. beetje, omdat hij neemt het heel serieus. Ja. En wij nemen het als een fatu. Ja, ja, ja. Wij kunnen erom lachen en hij niet. Hij neemt het heel serieus. Dus toen hebben we wat minder gedaan. Ja. Maar ja, straks komt die 8-man-toernooi. Nee, maar kijk, weet je, hij staat nummer 1, hoge boom van een film. En ik blijf het zeggen, die interviews die ik ook zie. Ik heb laatst weer dingen gezien, ik zeg er maar niks over, weet je. Maar ik heb weer dingen gezien dat ik denk van, ja. Weet even je, minderen jij. Even minderen jij. Ja. Dus, maar afijn, dat, oké. Okay. Maar daar ging het niet om. Wat ik ook wel zeg, hij zegt volgend jaar Regien Eersels. Daar gaan we sowieso regelen. Tyron Spong bij Warrior Code aan tafel. Meteen. Zodra hij in Nederland is, gaan we meteen proberen te regelen dat hij om bij ons maar waar trainde hij met, wat ik zag hem op? Bij Killswitch, toch? Ja, maar ik zag bij Saïd.
Saïd, ik zag hem petsen met Saïd. Saïd is een keer daar naartoe gegaan. Oh. Saïd is daar naartoe gegaan en heeft daar een beetje met hem gepet. Maar Saïd heeft ook in een interview gezegd van dat ze wel gesproken hebben en dat hij wel wil. Dus ik denk dat als hij naar Nederland komt, gaat hij waarschijnlijk bij Saïd trainen. Oh. Denk ik. Maar nee, bij Killcliff heet het. Zei ik nou Killswitch net? Nee, ik weet het. Killcliff heet het. Ja. Maar bij Harry Hoofd. Die trainer, dat is een Nederlandse vechter. Ja. Die daar nu de trainer is. Ja. Oh, wacht, ik kan meteen de volgende doen. Kunnen we daar verder op beduren. Ja. Dat is echt een Reynold Wise guy. Tijdens een sprong is in gesprek met SB Jim. Zag ik in een interview. Nu is zijn naam gevallen bij Videoland bij het afgelopen Glory Event. Zeggen jullie in de volgende aflevering AUB, omdat de matchmaker naar jullie luistert, dat zijn comeback tegen Badr Hari moet zijn. Badr heeft nog een afscheidspartij nodig en Tyron Spong een opwarmetje. De fans zouden dit al jaren geleden zien en nu zou het ook echt kunnen gebeuren in 2024. Ik volg jullie al sinds het begin en jullie zijn goed bezig en de kwaliteit wordt steeds beter. De nieuwe interviewteur is ook heel erg goed. Ja, dat was van net. Ja. Oh, dus dat is die, ja, Reynaldo. Ja, maar... Wat denk je? Nee, hè? Badr Tyron? Nee. Ja. Ik gun het... Beide niet. Ja. Toch? In de zin van dat... Badr heeft gewoon een afscheidswedstrijd nodig waar hij kan winnen. Weet je nog, jaren terug... Ja, als echt praten we over misschien 20, misschien 50, misschien langer zelfs nog. Ja. Ik denk wel langer. Ja, nog veel langer. Nee, maar bijna... 30 jaar misschien verder. Waar gaat het over? Dan kan ik je misschien helpen. Toch? Ja. Nee, het schoot me in mijn hoofd. Ik weet nog dat Johan Cruijff een afscheidswedstrijd speelde. Volgens mij, of het was tegen Duitsland, of het was Ajax tegen Bayern München was het volgens mij. Of het was Duitsland-Nederland, of het was Ajax tegen Bayern München. Ja. Weet je wat de uitslag was? Klote Duitsers. Klote Duitsers. Klote Duitsers. 08. Ze hadden gewoon gedacht. 08. Ze hebben gedacht. Ja, voetbal is voetbal. Ja, dat maar niet. Oh. Achteraf, oh, waren niet begrepen. Was de afscheid weer? Klootzakken. No mercy gewoon. No mercy. 08 gewoon. Huppakee. Klote Duitsers. Die Duitsers zijn weer gewoon. Die zijn echt weer. Ja. Maar je wil zeggen, dat gaat Spong met Badr doen. Dat zeg je eigenlijk. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg je. Kijk, hij wil mijn rol overnemen. Je zegt, Spong gaat Badr helemaal kapot lachen. Ik zei wat zeggen, ik zei wat zeggen. Ja, maar Spong zag er wel fit uit, wat ik zag op de patch wel, weet je. Maar... Ik zeg, hij heeft nu te vaak verloren, Badr. Dit is zijn afscheid. Moet je niet tegen zo'n jongen zetten. Ja. Denk ik. Die te ervaren, misschien te goed is. Ik zeg niet dat hij beter is dan Badr, maar hij is gewoon te goed. Ja. Weet je, kijk, want met alle respect... Hij is ook niet eens zo heel oud, hè? Wie? Spong. Hij is 37. Ja, toch? Tien jaar jonger als ons, toch? Ja, hij is ongeveer net zo oud als Badr. Als Badr, ja. Weet je, dus ik zou hem niet tegen hem willen zetten. Nee. Kijk, vooral nu. Hij ziet er woest uit met zijn haar. Begrijp je? Je ziet hem soms lopen in de clips van hem. Dan loopt hij met zijn hond door die bos of zo. Hond met zijn tijger. Ja, zijn caveman. Maar weet je, ik gun het Badr niet op deze manier om zo afscheid te nemen. Dat ten eerste. En ten tweede weet ik niet of dat meteen de wedstrijd moet worden. Tussen die twee. Nee. Ik zou Tyron... waar ik wel Tyron zie? Ja. In een reservewedstrijd. Ja. Reservepot voor de achtmantoernooi. Voor het achtmantoernooi. Ja. Dan kan hij gewoon erin komen ook. Hij vecht zijn reservewedstrijd. Als eerst vecht je dan, weet je, je reservewedstrijd. Ja. Dan begint het toernooi. Ja. En dan wacht je in de kleedkamer totdat er misschien iemand uitvalt, geblesseerd, van de trap afgerold is, zie je wat misselijk of wat dan ook. Ja. En dan kan je gewoon erin glijden. Ja. Het zou daar zie ik hem eerder. Maar ja, ik zou heel blij zijn. Maar ik moet wel ook eerlijk zeggen, die naam Spong is wel heel lang en heel vaak gevallen ook. Hoor. Ja. Hebben we al een tijd terug al geroepen. Ja, weet je. Tijd terug hebben we al geroepen. En
misschien gaat het nu gebeuren. Misschien gaat het eindelijk gebeuren. Net als die 8-man toernooi. Roep ook al meer dan 10 jaar. Misschien gaat het nu eindelijk. Nou, en nu gaat het eindelijk. Maar ja, gebeuren. Ik heb Sprong even altijd geroepen van ja, weet je, hij is een broodvechter. Dus hij moet wel echt betaald worden. Ja, maar. Maar ja, als je niet vecht, heb je helemaal geen broodvechter. Maar ja, op een of andere manier lijkt er toch geld gevonden te zijn. Ja. Bij Glory. Of, bij Glory is er geld gevonden. Er is geld naar boven gekomen. Ja, maar of Sprong neemt met minder genoegen. Dat zou kunnen. Ja. Dat hij denkt van, nou, zo, ik heb al jaren niet gevochten en het geld stroomt de verkeerde kant op. Ja. Weet je, dat je denkt van, nou, laat me toch een paar partijen gaan. Misschien denkt hij ook, Rico doet echt stoer. Ja, laat me uit die cave komen. Ik kom. Ja, kijk, het zou mooi zijn voor de sport. Ja. Het zou mooi zijn voor de sport. Laatste. Laatste alweer? Je hebt ze klaar zitten, toch? Yo, heren. Kijk, ik heb alles klaar. Maar Abdars. Yo, heren. Wat zouden jullie vinden als Typhoon Oscar naar Glory zou komen? Er is natuurlijk afgelopen maanden veel gebeurd tussen Typhoon en Semeleer. En natuurlijk met Tijani. Zo is er veel gebeurd tussen Typhoon en Semeleer. Ah, dat heen en weer een beetje. Huh? En zij hebben al een keer gevochten. En ja, toen Typhoon heeft Typhoon gewonnen. Maar Semeleer was het niet mee eens, toch? Nee, hij was het wel mee eens. Alleen, hij heeft zoiets van, dat zit me nog dwars. Ja. Dus die keutel, die drol die nog vast zit. Waar hij denkt van shit. Shit, weet ja, je? Ja. Ik wil hem terugpakken. Ja. Maar wat denk je? Typhoon naar Glory? Ik zie hem graag bij Glory vechten. Ik zie hem heel graag bij Glory vechten. En misschien moet hij wel die kans krijgen. Mm. Hij heeft nu geroepen. Hij heeft ook zijn sportschool geopend en zo. Ja? Hij heeft een sportschool geopend. En ik denk, ja, daar hebben we het over Typhoon. Ik denk dat hij misschien een kans moet krijgen. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik schat Semeleer wel hoger in nu. Kijk, weet je, het is Typhoon die als hij komt, dan zit er een beetje druk op de ketel bij hem. Ja. Hij heeft ook een paar keer verloren ook bij ONE FC. Bij ONE FC, volgens mij uit mijn hoofd, trapte Superbon hem neer. Ja, toch ging hij zwaar KO. Volgens mij was het de linkerhoge trap. Was na een combinatie, hij stapt eruit. Superbond stapt volgens mij naar rechts. Ja. Hup, hoge trap. En dat was na het gevecht van Tijani, toch? Tegen Patch. Vind ik niet meer zeker. Was het daarvoor? Dat weet ik niet meer zeker, maar ik weet in ieder geval. Hij heeft heel lang gelegen. Ja. Heel lang heeft hij daar gelegen. Ja. Zo weer die. Ja, weer die. Ja. Maar dus met zo'n. Ja, aantal verliespartijen die hij daar heeft gehad. Allemaal net wel, net niet. Sommige echt zwaar. Ja. Ja, dan is het jammer. Maar. Dan daarom begrijp ik ook dat Typhoon het is ook is gaan roepen. Van hé, ik wil vechten, ik wil knokken en ik besloop iedereen en blablabla. Bla, bla. Ja, ja. Dat begrijp ik maar ook. Maar bij ONE FC kan hij niet meer aan de gang of heeft hij geen contract meer of iets dergelijks. Nee, is klaar. Is klaar daar. Oké. Okay. Klaar, hij moet het ergens anders proberen. En ik zou het mooi vinden als hij het bij Dings probeert. Bij Glory. Ja. Ja. Misschien wil Robbie hem een kans geven. Ja, maar dan. En dan? Tegen Semeleer? Direct? Nee, we moeten die rotzooi niet meer uithalen. Nee, maar hij moet dan, tegen wie zou hij hem dan als eerst willen zien? Ja, tegen die jongens die eronder zitten. Niet die nummer 1, maar nummer 3, nummer 4. Laat eens even een paar jongens... Kijken wat hij kan. Ja, kijken wat hij kan en of hij dat overleeft. Tegen Chico? Ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Chico wordt de lastige, denk ik wel, hè? Met zijn lengte en vervelende knieën. Ja, wordt heel lastig. Wordt heel lastig. Bepaalde jongens moeten ook. Ze zijn er nog niet in, maar ze moeten in de flow komen. En ik denk als ze hun in die flow zitten. Kijk, J. Overmeer had ook een tijdje. Hij had dan een beetje die pech dat hij had verloren van Semeleer. Ja. Die zat ook in de flow, weet je. Matrix, technisch goed vechten. Ja. Weet je, dus als dat. Kijk, en daarom denk ik dat er misschien wel meerdere gevechten moeten komen. Hè? Ja. Die jongens moeten meer vechten. Meer vechten. En het is heel gek dat, net wat je zegt, als je kijkt naar Jay Overmeer, die dan eens in die flow zit en dan wordt hij in één keer geremd door de kampioen. Ja. En dan echt geremd, hè? Ja, ja. Want op een gegeven moment is iedereen van, dit is de, het gaat nu gebeuren. Ja. En in één keer is eigenlijk een soort die hype weg. Die hype train is gestopt. Ja. Begrijp je? Dat vind ik wel jammer, dat is een goede vechter, man.
Ja, goede vechter, praat goed, dit, ja. Al dat soort dingen. Ja. Dus, en in één keer zie je hem niet meer te veel in die, in die shows, weet je. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan het zien. Ja. Nog een laatste? Of even kijken. Even kijken wat ik nog in petto voor je heb. Even kijken. Dit is een lakker, man. Oh ja. Het is wel een goeie. Het is wel een lange, hoor. Remy zou eind van het jaar before en after foto van zijn buik tonen. Hij had na een etentje een weddenschap voor €50 met zijn vriend om zijn buikje weg te werken. Naar een six-pack, maar heb er niks meer over gehoord. Denk dat hij nu €50 moet leggen. Fucker Remy, leg uit. Luister, ik zei, zeg wie is dat? Je vergeet welke die naam. Mohammed Ali. Mohammed Ali heeft helemaal gelijk. Ja. Met Roel Rink, Mattie van me. Ja. Vroeger nog getraind met elkaar, ook bij Majiro Gym. Echt een topgozer. Ja. Wij gaan met een groepje van jongens die wij met Jiro Gym hebben getraind, gaan we om de zoveel tijd gaan we eten met elkaar. Ja. Nou, toen op die dag had ik een beetje een dikke buik. Ja. En Roel zei van, hey, wat heb jij een dikke buik met jou gebeurd? Je hebt nooit een dikke buik, bla bla bla. Ik zeg, luister, de laatste tijd heb ik veel gegeten. Dus die foto zag er een beetje gek uit, bla bla bla. Ja. Maar goed, toen zei hij van, ja, jij komt nooit meer hier van die buik af. Ik zeg, jawel man, makkelijk man. Geef me even een paar weken, kom ik er vanaf. Het was toen volgens mij oktober. En toen zei hij van, nou, ik geef het tot november. Nee, wacht even. December. Tot december. Toen zei ik, december? Dat is 2 maanden, maar dan is hij zo weg. Ja. Toen zei hij, doe maar november. November. Toen zei ik, nee, december. Ja. Maar in de tussentijd gebeurde er iets in de familie. Weet je, verlies van de vader van Renate. Ja. En toen heb ik het eigenlijk een beetje losgelaten. Toen dacht ik mezelf van, hey. Ja, andere dingen belangrijk. Andere dingen belangrijker. Toen heb ik het echt losgelaten. Ben ik als een malle gegeten. Zeg ik wat zeggen? Ik heb voor mezelf gezegd. Want ik belde ja. Nee, ik liet het in de groep apps. Liet ik het zien. Wat een manier. Hoeveel ik nu weeg. Ja, ja, ja. 113 kilo. Maar dat valt nog. Maar Rio, nee, ik heb nog nooit zoveel gewogen. Nee? Ik heb nog nooit zoveel gewogen. 113 kilo. Mijn vechtgewicht was vroeger 105, 106. Oh ja. Toen ik de kampioen werd, was het zelfs 103. Ja. Dat was mijn gewicht. Ja. Af en toe ging ik iets omhoog, iets omlaag, weet je. Ja. Ik was een beetje rond die 105 zat ik altijd. Ja, ja. Nou, dan stop je. 108, 109 was daarna mijn gewicht. Ja. Weet je? Ja. Maar nu gewoon 113. Ja. Hey. Maar ik moet zeggen... Maar... Ja. Ik wil best wel die foto maken. Ja. Nu, ja. Op 2 januari heb ik gezegd, oké, is klaar. Ja. Januari, februari. Geef me tot 1 maart. Ja. Sixpack. Sixpack gewoon? Six. Maar je hebt altijd wel buikspieren en zo gehad. Ja, dus dat is niet zo moeilijk. 1 maart, sixpack, dan maar laat ik de voor- en na-foto's zien. Ja. Sixpack. Kijk, ik moet er wel bij zeggen, laat er niks, alsjeblieft, hè, klop het af. Laat er niks in de tussentijd gebeuren. Ja, ja, ja. Weet je, want dan... Want je hebt natuurlijk prioriteiten wat je moet stellen. Ja, ja. Begrijp je? Ja. Dus 1 maart, gewoon weer sixpack. Dan laat ik een voor- en na-foto zien. Ja, ja, ja. 109, want ik heb maar 2 maandjes 109 nodig. Was mijn vechtgewicht, dus ik wil ook naar die 109. Wat weeg je nu dan? Hey, 129, man. 129? Ja, man. Ja, man. 129, ja, man. Ja, man. Maar, ja? Geef jezelf een streefdatum, dan. Ja, kijk, ik had voor mijn verjaardag 18 april. Mm-hmm. Dus ik denk wel, wat nu... Kijk, ik was al bezig, maar toen gebeurde dat ding van mijn hamstring en zo, toch, enzovoort, ja. Enzovoort, enzovoort. Dat was 2 jaar terug, toch? Hey, was gewoon laat, joh. Ik weet nog, 1 april, man. Ja. 1 april. Ja, dus toen... maar nu ook, ik denk... Ik heb mezelf 18 april... 18 april heb je zelf vergeven. Ja, ik heb zelf vergeven. Dus wat je doet, maak nu de foto. We gaan hem niet meteen laten zien. Ja. Gewoon. Ja, ik ga het zo. Ik heb die foto al gemaakt. Oh, oké. Ik heb hem nog niet gemaakt. Ik heb hem al gemaakt. Ik maak hem denk ik vanavond even. Even een foto. Ja. En dan laat ik hem 1 maart zien. Jij laat hem 1 april? Ja, ik of kan ook april. 1 april. Of eind april. April. Nee, 1 april. Geef jezelf de ruimte. Ja, voor 18 april. Dus 1 voor april. 18 april. Oké. Ja, 1 april. Dus jij 1 maart, ik 1 april. Ja. Ja, ja. Maandje later. Ja, maandje later. En wat is dan jouw gewicht? Mijn gewicht gaat dan zijn, ja, zeg maar 110. 110 kilo? Ja, 110 kilo.
Oké, ja, bij mij zal het niet zoveel uitmaken. Want ja, 106, dat is in een paar dagen niet eten, ben ik ook 106. Ja, maar, ja. Bij mij zou het niet zoveel uitmaken, want die gewicht ben ik zo kwijt. Ja. Maar ik zal zo rond de 105, 106 kilo wegen. Ja. Maar het gaat erom dat ik gewoon er goed uitzie. Ja, maar hoeveel broodjes? Wat wil je, 12 hebben? Nee, maar minimaal die 6 gewoon eten. Ja, maar je kan zeker 6 tellen. Ja. Zeker 6. Zeker 6. De laatste foto van jou dacht ik van... zo. Wat? En dat was, toen was je ook al oud. Of van jou en Spong. Toen jullie tegen elkaar gingen. Ja. Had ze een foto laten zien. Foto zelf laten zien. Ja. Oh, daarom heb je hem laten zien. Nee, ik denk dat ga je edit. Nee, Clementine dat ga je edit. Oh, ja. Clementine dat ga je edit, niet ik. Oké. Nee. Maar je zegt het, die broers. Ja, je zegt het. Clementine. Ik ben altijd wel een beetje droog geweest en goed uitzien, weet je. Er zijn een paar wedstrijden waar ik wel... Ik weet nog tegen Slowinski. Ja. Ik vocht tegen Paul Slowinski. Ja. Ik vloog normaal voor de wedstrijd, voordat ik wegvlieg vanuit Nederland, ga ik even naar de kapper. Je ziet, ik ben ook naar de kapper geweest. De afgelopen maanden heb ik al laten groeien aan de zijkant. Ja. Ga ik naar de kapper en dan vlieg ik richting Japan. Ja. Maar dit keer, door al die drukte, weet ik veel het allemaal, ben ik gewoon vergeten naar de kapper te gaan. Ja. Maar ik vlieg naar Japan. Ik ben daar, ik denk... Ik moet naar de kapper. Ik denk, hoe ga ik naar de kapper? Ja. Die snappen ze gewoon geen haar van een zwarte. Snappen ze niet. Ja. Begrijp je? Ja. Dat snappen ze niet. Ja. Ik dacht, fuck it, man. Ga ik naar beneden in het hotel. Zit daar een kapper. En ik met handgebaren zeg, hey, fix mijn haar, weet je. Ja. Hij sprak geen woord Engels. Ja. En ik zeg, fix mijn haar. Maar in jou. Ik zeg, volg mijn contouren. Follow. Ja. Die eerste. Gaat die helemaal fout hier, jongen. Ja. Wat weet je is. Ja. Hij is alleen maar, ja, hoe zeggen dat, Europees haar gewend. Ja. Die hun contourenloop is anders dan bij ons. Ja. Begrijp je? Ja. Dus hij doet meteen dit zo. Ja. Dus hij maakt zo'n boog hier zo. Klaar. Ik denk, fuck, was gewoon klaar. Yeah. Ik zeg, laat zitten. Doe die andere kant precies hetzelfde. Ik vecht die wedstrijd tegen Paul Slowinski. Ik win die wedstrijd. Yeah. Het eerste wat, dus die matties in Nederland hebben het ook gezien, weet je. Eerst wat ze zeggen, weet je. Hé, hey, was een beetje haar. Was met je haar. Niks gefeliciteerd. Gewoon, was met je haar. Maar was fucked op. Ja. Yeah. Fucked yeah. op. Yeah. Maar goed. Dat was het dus. Oké. Maar hadden we nou een vraag beantwoord of niet? Ik weet niet. Ik zat net te kijken toen. Maar, wat hadden we gezegd? Wacht, laten we kijken hoor. Want ik moet alles doen toch hier, weet je? Oh nee, dit was... €50 moest je leggen. Ja, dat is... Dus, oh ja, dat hebben we beantwoord. We gaan. Jij gaat 1 april. Ja. Weet je wat het ook nog is? Ja. We zouden eigenlijk Mounir mee moeten nemen. Als je hiernaast zou zitten, zou je Mounir ook, hè? Ja. Hij heeft ook een gewichtje te veel. Ja, Mounir ook. Hij heeft een gewicht te veel. Ja. Feestdagen zijn geweest. Niet dat hij daaraan mee heeft gedaan, maar feestdagen zijn geweest. Ja. We zouden hem eigenlijk ook moeten zeggen, oké, wat wordt het? Wordt het 1 april? Ja. Wordt het 1 mei? In ieder geval een streefdatum. Ja, want een meisje zei me ook van, ik kijk naar Mounir de eerste keer dat we ook de bank deden. En de bank, zeg maar, joh, jij ook? Jij en Mounir, jullie beide bank. Ja. Te veel van die, hoe heet het? XXL Nutrition. Nee, jongen, die zijn goed, jongen. Die zijn goed als je keihard traint. Ze zijn goed, zijn goed. Ze zijn heel goed. Heel goed zijn ze. Hè? Je ziet het. Ja. Nee, maar we gaan weer gedag zeggen. Ja, dat was hem weer, hè? Dat was hem weer. Het was weer gezellig, Marinho. Ja, de eerste van het jaar. Eerste van het jaar. Later nog heel veel hebben. Heel veel volgen, ja. Dit jaar, we gaan een mooi sportief 2024 in. Ja, en genoeg te laat doen. Weten in de of er animo voor is. Want hoe leuk zou het zijn als iedereen thuis zit met zo'n ding. En dan naar ons kijken. Op de bank. Ja. Toch een fatu. Dus, hey mensen, tot de volgende keer. Ciao. En ik zie jullie. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com.